Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Mitch, gefeliciteerd met deze overwinning. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Als eerste, dankjewel. Ik denk dat het een best lastige wedstrijd was. Zelf hebben we echt weinig gecreëerd. Tegenstander ook weinig gecreëerd. Uiteindelijk zijn we met 3 punten er vandoor gegaan. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het kon bijna de kant op gaan. Aan de laatste fase van de wedstrijd hadden we nog een kopbal op de lat. Die had ook zomaar in kunnen gaan. Aan het einde prikken we er wel eentje in. Dat bepaalt aan de wedstrijd uiteindelijk. Nog gaan wij er met 3 punten vandoor. Terwijl het had beide kanten vandaag op kunnen gaan. Jij komt in de eerste helft, word je ingebracht in plaats van Hielke. En dan word je op een andere positie moet je spelen dan normaal. Namelijk rechtsbuiten. Hoe vond jij dit gaan vandaag? Ja, het is wel... In de jeugd heb ik rechtsbuiten gespeeld, maar dat is wel heel lang geleden. Er waren vandaag een beetje wisselproblemen, dus daarvoor koos de trainers denk ik ook om mij als rechtsbuiten in te brengen. Een beetje aan de binnenkant spelen, zodat Lars diep kon gaan. Voor mij was het natuurlijk ook gewoon puur wennen. Het was voor mij zelf persoonlijk moeizaam, zelf omdat ik nog niet in de wedstrijdritme zit. Dus dat is gewoon lastig om zo op die manier in te vallen. Uiteindelijk heb ik nog de assist kunnen geven aan het einde van de wedstrijd. Daar ben ik wel blij om. Maar voor mezelf was het wel een moeizame wedstrijd, vond ik. Ja. Wat vond jij vooral het lastigste? Vooral denk ik gewoon pure gewenning. Omdat je daar al heel lang niet hebt gespeeld. Dan kom je opeens in die positie. Dat is gewoon wennen, ook aan het team. We zijn op een bepaald team ingespeeld en dan kom je op een andere positie erin. Ja, dat is gewoon een hele andere omschakeling dan waar je normaal speelt. Maar daar heb je het soms mee te doen, vooral als je in de wissels beperkt bent. Dan moet je kunnen schakelen en daar gebeurt dat soms. Daar heb je geen invloed op. Dan moet je gewoon spelen waar je op dat moment moet spelen. Ja. Je zei het zelf al, je hebt de hele tijd niet gespeeld. Je bent geblesseerd geweest aan je hand. Wat was er gebeurd en hoe is jouw herstel verlopen? Ja, ik ben op mijn hand terechtgekomen en toen kwamen wat breukingen in mijn bovenhand. Het is 2 weken in de gips geweest en het moest eigenlijk nog langer. Maar ik heb gezegd, haal het er maar af, want anders mag je in die auto rijden en niks. Mag je niks doen, dan ben je heel beperkt. Je voelt het nog wel, maar in principe ik kan gewoon alles doen. Qua herstel kom ik nou ook weer langzaam terug. Ik word weer wat fitter, maar dat heeft even tijd nodig. Maar qua de hand gaat het nou wel aardig goed. Hoe lang ben je er totaal uit geweest nu? Ik denk als je kijkt vanaf het begin van de zomerperiode, echt in de voorbereiding, ben ik een aantal keer geblesseerd geweest. Ben ik tussendoor wel weer een keer bijna fit geweest. Toen gebeurde het met de hand, kwam er weer bij. Dan ben je er weer eventjes uit. Dat heeft gewoon tijd nodig. Gelukkig ben ik dan alweer een beetje bovenop. Je zei net zelf al, vandaag had je een mooie assist. Kun je nog even beschrijven hoe dat moment allemaal ging? Ja, Gradus had de bal, die was een beetje aan het dribbelen. Ik ken Gradus, die kan wel een steekpaasje geven. Dat was bijna het einde van de wedstrijd en hij gaf hem gewoon goed tussendoor. Ik denk dat ik ook op randje buitenspel liep, heel scherp, maar hij was niet buitenspel. Ik zag voor de goal komen, dus ik gaf hem gewoon strak voor. Geen risico ik kan hem er gewoon inlopen, dat is natuurlijk mooi. Uiteindelijk heb je die 3 punten waar het om gaat. Aan het einde van het seizoen ziet niemand meer hoe die wedstrijd verlopen is. Er staat alleen 3 punten achter de naam en daar gaat het om. Dankjewel, heel fijn weekend. Ja, dankjewel, hetzelfde. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.